Ik wilde ook heel graag vrij leren zingen. Ik heb altijd heel graag gezongen. Maar altijd een enorme blokkade, ook een fysieke, ook, ik denk ook wel door het seksueel misbruik, gewoon een fysieke. En toen heb ik Zangschool Den Bosch gemaild op een dag, een hele lange app, een hele lange mail. Toen kreeg ik daar een hele mooie, een intensieve mail op terug. En toen dacht ik, wauw, hier is een connectie, daar moet ik naartoe. En daar heb ik toen zangles gehad. En de eerste keer ging het dan nog heel goed en dan was het leuk. En de tweede keer zei ze, heb je repertoire? Ik zei, nou... Ja, allemaal Ave Maria, weet je, en een beetje Italiaans. Ik had een novice meesteres die het conservatorium had afgerond. Of eigenlijk postulante meesteres. Dus die had me echt ingeleid in de klassieke muziek. Dus daar wist ik ook veel van. Maar mag ik dan bij jou? Daar had ik nog nooit van gehoord. Ja. En toen zei ze van, goh, anders ga je dat maar even zingen. Want dan mag ik dan bij jou. Nou, goed. En na een tijdje zei ze, goh, maar voor wie zing je dat eigenlijk? En nou ja, toen was ik weg. Toen heb ik daar heel hard gehuild. En alleen maar gezegd, ja, eigenlijk voel ik dat ik niemand meer heb. Ja, ik woon nu bij mijn ouders en ik heb mijn familie, maar iedereen is weg. Mijn zusters zijn weg. Ik ben een ex-non. Oh, ze zei, we kunnen nu twee dingen doen. Of we gaan door met de zangles, of we gaan naar beneden biertjes drinken.